Aan de slag met e-boeken bij de BIEB. E-boeken lezen op je e-reader. Wil je een e-book lenen bij je bibliotheek om op je e-reader te lezen? Dat kan via Cloud Library, het uitleenplatform van de BIEB voor e-boeken. Ga naar deze link. Klik rechtsboven op de knop Aanmelding. Vul de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Mijn Bibliotheekprofiel in en klik opnieuw op Aanmelding. Lees de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en de licentieovereenkomst en klik op Aanvaarden. Proficiat, je bent nu aangemeld. Op deze pagina zie je per categorie enkele e-boeken die momenteel in de kijker staan. Als je het volledige aanbod wilt doorzoeken, klik je op de knop Browsen. Je kan hier verder filteren volgens categorie of via de zoekbalk een specifieke titel of auteur zoeken. Heb je een e-book gevonden dat je wil lezen? Klik dan op de cover. Is het boek beschikbaar? Dan kan je het meteen lenen. Is het boek uitgeleend? Dan kan je het reserveren. Kies of je verwittigd wil worden via e-mail en vul indien nodig je e-mailadres in. Klik op reserveren. Ziezo, het boek is nu gereserveerd. Onder Mijn boeken kan je zien welke boeken je geleend hebt en hoe lang ze nog beschikbaar zijn. Als de uitleentermijn verstreken is, verdwijnt het boek automatisch van je toestel. Je kan het boek ook sneller inleveren als je dat wil via de knop Terug. Klik opnieuw op Terug om te bevestigen. Onder Reserveringen kan je zien welke e-boeken je gereserveerd hebt. En je ziet meteen wanneer elk boek opnieuw beschikbaar is. Je kan maximaal 2 e-boeken tegelijk lenen en 2 e-boeken reserveren. Om je geleende boeken op je e-reader te kunnen lezen, heb je Adobe Digital Editions nodig. Dit programma kan je gratis downloaden. Dat moet je maar 1 keer doen. Ga naar accounts.adobe.com. Als je nog geen account hebt, moet je eerst een Adobe ID aanmaken. Klik op Maak een account aan. Vul je gegevens in en bevestig. Nu je een account hebt, moet je nog het programma downloaden. Ga naar adobe.com. Klik op de zoekbalk en zoek naar Adobe Digital Editions. Klik op Meer informatie en dan op Download. Heb je een Windows-computer? Klik dan op de link naar de versie voor Windows. Een bestand wordt nu gedownload. Open het bestand om het programma te installeren. Accepteer de licentieovereenkomst en doorloop de verschillende stappen van het installatieproces. Bevestig de installatie. Eens het programma geïnstalleerd is, sluit je het venster. Het programma zal nu automatisch openen. Nu moet je nog je computer autoriseren. Klik in de navigatiebalk op Help en selecteer Computer autoriseren. Selecteer dan Adobe ID in het drop-down menu en geef je gebruikersnaam en je wachtwoord voor je Adobe ID in. Opgelet! Als je al een Adobe-account gebruikt op je e-reader, moet je de inloggegevens van die account gebruiken. Zorg dat de melding onderaan het venster niet aangevinkt is en klik op Autoriseren. Je computer is vanaf nu geautoriseerd. Je zal dit proces dus niet meer moeten herhalen. Klik op OK. Ga nu naar Cloud Library en klik op Mijn boeken. Klik onder het boek dat je wil lezen op de link Download voor offline lezen. Het bestand wordt nu gedownload. Klik op het bestand om het te openen in Adobe Digital Editions. Je kan het e-book hier offline lezen op je computer of je kan het op je e-reader overzetten. Klik op het pijltje om terug te keren naar het overzichtsscherm. Koppel je e-reader aan je computer. Gebruik hiervoor de kabel die bij je e-reader werd geleverd. Je e-reader verschijnt nu in de linkerkolom onder de titel Apparaten. Klik op het wieltje en selecteer Apparaat autoriseren. Sleep dan het boek dat je wil lezen naar het icoontje van je e-reader in de linkerkolom. Het boek wordt nu gekopieerd naar je e-reader. Ontkoppel je e-reader van je computer. Klik op het boek om het te beginnen lezen. Nog vragen? We helpen je graag verder in de bibliotheek. Tot binnenkort!